Meneer Schippers, daar Ja? staat hij dan. Wie? De taxi. Oh, de... Ja. Achter u. De taxi, ja, maar dat zegt mensen niks. De taxi. De meest gedeukte taxi ter wereld, wordt het ook wel genoemd. Ja, ja. Nee, dit was... daar staat hij, ja. Hij is van 82. En toen was het een vrijwel nieuwe Renault 25. En die is door mij als een art taxi geworden. Dat was zo lang geleden. 1982. Ja. Parijs taxibedrijf werkte mee. Een jaar mochten ze rondrijden, die art taxis. Er hing ook een boekje in dat je kon zien dat je in een art taxi werd rondgereden. En ik wou hem dus helemaal gedeukt hebben. Het is als verkreukeld op papier eruit ziet, maar wel alles werkend. En dat noemde ik een voorgedeukte auto. En het idee was eigenlijk, wat ik omstandig heb uitgelegd, dat het zo raar is dat een auto tijdens het gebruik steeds lediger wordt. Dat is toch eigenlijk raar? Dat een auto willen de mensen het liefst dat die helemaal geen stofje oplicht. Dat die er altijd zo blijft uitzien zoals hij in de showroom staat. Dus als je hem niet gebruikt. Ik bedoel, de leuke, of het, waar de auto voor bedoeld is, dat hij rijdt. En dan, kijk, komen er wat veranderingen aan. En als je dat nou niet erg vindt, maar juist leuk, dan ben je er. En het is ook veel lekkerder, het is economisch ook veel. Als er een deuking komt, dan wordt het alleen maar personalized. Hè, het wordt steeds mooier eigenlijk, kan je zeggen. Maar je moet er wel het afwerken dan weer. Je moet er geen echt schade van maken. Maar die vorm, het is eigenlijk een gecompliceerde, een nieuwe vorm aan een model geven. Dat is eigenlijk wat. Maar ik dacht, dat doen ze dus toch nooit, omdat het niet weer terug moest. Maar ze hebben het wel gedaan. En toen maakten ze er in Parijs er ook een beetje zorgen over. De chauffeur ook. En die dingen, ja, niemand stapte in zo'n verkreukelde auto. En maar het tegendeel was waar. Het was een ontzettend succesnummer. En ze heeft zelfs 2 jaar gereden. Extra langer gereden dan al die andere taxis. Dus dat vond ik wel grappig. Dat weet je ook van tevoren niet. Hoe heeft hij die deuk aangebracht? Met een voorhamer. En toen begon ik met zo'n deur. Er stond een vrijwel nieuwe Renault 25 stond hij in die garage. En ik begon dus aan de deur in te duiken. Ik zie die mensen nog toch echt zo kijken. Ik zei, ja, dat is de bedoeling. Maar het gebeurde ook heel keurig, want alles moest blijven doen ook gewoon. Dus de lichtjes niet kapot en zo, langs de randjes. Het moest uitzien als verkreukeld papier. Ja, maar is er nu daadwerkelijk de meest gedeukte taxi ter wereld? Nou, dat weet ik niet, dat zeg ik toch niet. Dat zijn uw woorden. Dat heeft u mij niet horen zeggen. Er staat een persbericht van het museum. Ik niet in zulke teksten. En dat komt ook een beetje overeen met mijn denken over het leven, van dat je moet van een nood een deugd maken. Dus een deuk in je auto is niet erg, als je besluit dat het best aardig is. En dat hij helemaal... Dus daarom heet hij ook pré-bosselet in het Frans. Het is niet een verkreukelde auto, nee, het is een voorgedeukte auto. Want in een auto komen altijd deuken. Men gaat vragen, is dit dus dan... Is men. Men, de dat zwijgende meerderheid... Zelf. U heeft een aantal deuken geslagen in deze auto. U bent een kunstenaar. Is het daarmee dan direct kunst een... Ingedukte ja, maak taxi. Zwaar tegen die typering. Maar ik bedoel, er is helemaal geen consensus over wat kunst nou eigenlijk is. Door de eeuwen heen. Wanneer is kunst begonnen? Willen we dat überhaupt wel weten? Ja, maar ik vind het eigenlijk zo'n beetje een verbale kwestie. Ik zeg wel eens tegen mensen zelf, en dat noemt u kunst. En ik heb wel eens pindakaas over de vloer gesmeerd. Of honden laten toneel spelen en dat soort dingen. En is dat nou kunst? En ik vind het altijd leuk om te zeggen, nou, dat heeft u mij niet horen zeggen. En dat schijnt een hele geruststelling te zijn. En dat vind ik toch merkwaardig. Als je het maar geen kunst noemt, is het niet zo erg. Dan gaan de mensen ook kijken en willen nog wel kijken of het eigenlijk best leuk is. Maar geen kunst noemen. En de meeste mensen hebben geen idee of een heel raar idee over wat kunst zou moeten zijn. Of hebben niet eens over nagedacht. Maar het schijnt iets verhevens te zijn. En dan kan een gedeukte auto, hoe kan dat nou iets verhevens zijn? Maar ik vind het een mooie gedachtegang om dat zo te doen. Om die deuken die er absoluut inkomen vast helemaal te maken. En hebben we wel gehad. En hoef je ook niet meer te ergeren. En het is ook... Veel voordeliger, want als er een deukje bij komt, moet je alleen een beetje bij te schuren en een beetje bij te spuiten en klaar. En anders moet je helemaal uitgedeukt, moet je kijken wat het kost. Ja. Maar het grappige is dat die branche heeft het toch al moeilijk op het ogenblik. De auto-uitdeukerijen, hoe heet dat precies, die branche? De uitdeukbranche. Ja, heet dat zo? Nee, maar dat heeft toch een term? Dat is schade... Schadeherstelbedrijf. Ja. Schadeherstelbedrijf. Ja, zie je. Hiermee zijn we gestopt. Ja, want de mevrouw van het museum wordt zenuwachtig, want u moet daar iets... Zo. Ik heb nog één vraag, meneer Schippers. Dat kan je ook zeggen. Ik lul me er wel uit. Ik weet het. Weet je dat? Van wie weet je dat? Ja, ik ken u al heel lang. Ja? Ja, van de televisie. Nee, ik ken u niet persoonlijk, helaas. Ja, maar voor televisie, dat is altijd maar spel, hè? Dat is een opvoering. Ja, natuurlijk. En dit ook, trouwens. Ja, maar deze taxi... Somber.
Eigenlijk wel, hè? Maar meneer Schippers, die zei, ja. De bedoeling was van die deuken toebrengen dat de auto nou, het, dat het bleef doen. Dat ik niet met het uittaxi-project zou worden. Want ik had er geen zin in om taxi te beschilderen. Dacht ik, als ik een voorstel om te deuken, dan gaat het niet door en dan ben ik eraf. Ja, okay, maar ze ging het wel door. Ja. Maar terwijl ik het opschreef waarom ik dat gedeukt zou hebben, begon ik het wel al leuk te vinden. Dus ik vond het, toen het eenmaal wel doorging, was ik wel... Vond ik wel hartstikke goed om te doen. Maar u zei het net van deuken toebrengen, maar zodanig dat de auto nog blijft doen. Als je zegt er wel eens vroeger iets en dat je later er anders over denkt, toch? Dat is, hoorde ik weer, in de politiek heet dat veranderend inzicht ook weer. Nou ja. Voortschrijdend inzicht. Voortschrijdend inzicht, ja. Maar doet hij nou nog, die taxi, denkt u? Nee, hij rijdt niet meer goed. Maar dat kan ook. Ik bedoel, die kan toch zo die motor weer, als dat zou moeten. Maar hij wordt nu gewoon tentoongesteld, omdat je kan zien. Maar ik zou het best leuk vinden. Maar dan zou ik het leuker vinden om een splinternieuwe auto weer te doen. Dus ik zou het leuk vinden als Renault een nieuw model. En dan wil hij weer uitdeuken. Daar is ooit sprake van geweest, want die auto was zo succesvol. Om op de autorij een nieuw model van Renault gedeukt te presenteren. En met het idee van, moet je luisteren, hij is zelfs nog prachtiger, ook als hij helemaal gedeukt is. En op het laatste moment vonden ze dat toch, ze wouden toch niet... Het raar is dat je in een deuk altijd met ongelukken en met narigheid en met dood en dingen. Maar het is gewoon ook heel mooi. De meeste deukjes ontstaan, weet je, dat er iemand langs gekrast is of even een paaltje geraakt of iets of een kwaad iemand heeft... daar ontstaan deuken, dus hoeft niet altijd... Ik vind een echt zo'n gecrashte... Dat ziet er naar uit, maar een deuk is toch niet erg? Een deuk is mooi. Ik vind een deuk nooit erg. Het is toch een gebruiksartikel. Je moet heel vervelend inbreken. Want ja, inbreken. Het wordt bij de opening verwacht. Ja. En, dan wens ik verder nog een prettige dag. Ja. Een voortzetting van uw leven.